Nou, wij gaan nu ook vragen stellen aan Kim. En ja, ik stel gelijk de eerste vraag. Hoe was het om met een, zeg maar, een vreemd meisje die je niet kent, die act te doen? Nou, eerst is het wel een beetje vreemd, maar je moest ook heel veel keer oefenen, oefenen, oefenen en dan leer je wel elkaar goed kennen. En was het altijd al je droom om te gaan zingen of had je eerst een andere droom? Nou, het was wel eerst altijd mijn droom om te zingen, maar ik wou ook een keer tandarts worden, maar nu wil ik het niet meer. Maar nu wil ik echt verder gaan met zingen. Had je het liedje ook voor een bepaald meisje geschreven? Nee, dat niet. Maar ik vond gewoon, zeg maar, leuk om te schrijven voor mensen die wel verliefd zijn. Hoe zat het met de zenuwen bij de audities? Nou, ik was echt heel erg zenuwachtig. Ik kreeg ook, zeg maar, gelijk echt van die koude handen. Maar toen ik wel ging optreden, ging het wel lekker en goed. En toen was ik best wel weer een beetje zeker over mezelf. En vond je het ook heel gezellig? Ja, het was zeer gezellig hoor. Hoe oud was je toen je begon met zingen? Toen ik begon met zingen was ik volgens mij 3 jaar oud. Mijn moeder kon ook zingen, dus ze leerde me ook zingen. En ik vond het gewoon heel leuk om te doen. Van wie ben jij fan? Nou, ik ben fan van, heel erg fan van Bruno Mars, want ik vind hem echt cool. Ja, Treasure. En ik ben ook heel erg fan van Ariana Grande, want ik vind haar ook echt super vet. Hoeveelste werd je met het Junior Songfestival van vorig jaar? Ik werd tweede en het was echt op minimaal verschil. Verschilde echt 2 punten volgens mij. En toen had Milena Rosanne gewonnen, maar hun had het echt verdiend om te winnen. Merk je dat je bekend bent en hoe merk je dat? Als ik door de straat loop, dan kijken mijn mensen best wel een beetje raar aan. En dan loop ik zeg maar met mijn zus en dan praat ik een beetje met haar. Oh my god, ze kijken naar me, wat doen ze nu? En dan moet ik wel een beetje lachen. En sommigen schreeuwen gewoon door de straat. Hey, dat is Kim! Je weet toch van die ene programma? En dan moet ik lachen en ja. Het is gewoon leuk. Heb je ook echt van die diehard fangirls die echt gaan gillen als je zien of zo? Dat weer niet op straat, maar wel misschien op Twitter of zo of Instagram. Ze zijn echt heel erg fan van me, want ze keken ook al vanaf het begin van Hollands Got Talent, deed ik ook mee. Keken ze ook al vanaf het begin. En ja, dat zijn dus echt van die diehard fans, zeg maar. Wat is je lievelingsliedje? Op dit moment heb ik niet echt een lievelingsliedje. Maar wat ik wel leuk vind, is All of Me van John Legend. Want dat zing ik elke dag. Loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. I give you all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm losing, I'm winning. 'Cause I give you all.